Markov did his job right, and it's unique. Het was Rothko's bedoeling om met zijn schilderijen ervaringen te creëren bij de toeschouwers. Maar is het eigenlijk wel zo? Hier zijn wij benieuwd naar. It's beyond words. The work with the color is so beautiful. I was skeptical, but I kind of feel emotions. Uiteindelijk projecteert iedereen die ernaar kijkt toch ja, zijn eigen gevoelsleven erop. Can you describe it? What kind of emotions do you feel? No. I'm feeling a bit like confused right now. Heel veel mensen zeggen bedankt Rothko. Rothko leeft helemaal niet meer, maar toch heeft hij je wel iets gegeven. We zullen zien wat voor bijzondere kunstenaar Rothko was. Ja, precies. En hoeveel hij ook van zichzelf in dit werk stopt natuurlijk. Ja, dat dan ook echt overkomt. Ja, precies, ja. Yeah.